super dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie. In deze video ga ik een soort van shoplog, samenwerking, unboxing doen. Ik kan unboxing nooit uitspreken. Van Kids Brand Store. Ik heb namelijk een paar kledingstukken mogen uitkiezen. Die ik kan promoten. Waar ik jullie ook een superleuke kortingscode mee kan geven. En aangezien het kinderkleding is. Is het ook natuurlijk een stuk goedkoper dan volwassen kleding. Ik zelf ben 1,63. Ik heb vaak qua bovenshirtjes heb ik maat S. Soms is M, ligt er echt precies aan hoe het valt. Dit is toevallig een M-shirt, maar hij is gewoon super groot. Maar ik heb nu best wel vaak de grootste maat uitgekozen. Dus dat is vaak 170, 176. Maar ik heb ook een shirtje en die heb ik in maat 14. Dat is ongeveer 152, 164. Die was wel iets kleiner dan de rest. Dus eigenlijk heb ik wel spijt dat ik niet die een maat groot heb gekozen. Maar alsnog, hij past wel gewoon prima. En ik ben er gewoon super blij mee. Ik ga ook nog een try-on laten zien. Ook super leuk. En ik film nu weer heel eventjes met mijn telefoon. Want mijn camera was leeg. En ik was zo excited over deze video dat ik hem alsnog heel graag nu wilde maken. Dus ik ben weer zo eigenwijs om dan gewoon lekker de video op te nemen nu. En niet heel even te wachten. Oh, totdat mijn camera vol is. Nee hoor, ik maak hem gewoon gelijk. Mijn haar is trouwens ook een beetje nat. Het droogt gewoon de laatste tijd super langzaam. En ik vind het zonde om mijn haar te feunen. Omdat het toch eigenlijk best wel beschadigt aan je haar. En aangezien ik mijn haar ga doneren 12 op maart. Want dat moet mijn kapsafspraak staan. Kom mijn haar tot hier zo waarschijnlijk ongeveer. Dus dit gaat er helemaal af. Is dat nog, vind ik het wel fijner dat mijn haar wel gezond gedoneerd wordt en niet half droog en half kapot, beschadigd zeg maar. Dus daarom, vandaar dat mijn haar nog nat is. En ik ga thuis een leuke vlog erover maken over dat ik mijn haar ga doneren, want ik vind het echt zo leuk. En ik wilde dit echt al heel mijn leven en nu eindelijk ga ik het doen. Alleen het is gewoon echt zo, omdat ik nu heel lang haar, valt het zeg maar gewoon bleh. En als ik gewoon echt wat korter haar heb, al is het tot hier of zo, dan valt het wat meer. Er zit er gewoon wat meer volume in en zo. Omdat mijn haar gewoon zo dik en zwaar is. Maar ja. Hier gaat deze video nu eventjes niet over. Maar alsnog ga ik het vertel ik het wel. Want ik ben gewoon een kletskous. Ook al praat ik nu tegen niemand. Heb je nou zin in deze video? Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Want abonneer je hier beneden. En laten we beginnen. Allereerst heb ik echt iets saais eigenlijk. Maar alsnog vind ik het wel heel erg leuk. Ik heb namelijk een soort van een beetje sportsokken. Ze zijn best wel dik. Van Ralph Lauren. Deze waren in one size. Dus ik weet niet precies wat voor maat het is. Maar ik heb maat 37. En ik denk dat ik ze wel pas. Want vaak zijn kindervoetjes best wel klein. Maar ik vind ze heel erg leuk. En het teken is trouwens donkerblauw en niet zwart. Terwijl ik eerst dacht dat het zwart was. Maar fijn. Heel erg leuk. Dan heb ik nog een super leuk shirtje van Ralph Lauren. Net als de sokken. Dit is een grijs shirtje. Heel erg leuk. Hij valt eigenlijk best wel groot. Best wel wat meer oversized. Maar dat vind ik eigenlijk juist wel leuker. Het is zeg maar niet te oversized. Maar gewoon lekker losjes zeg maar. En deze heb ik in maat 16 gekozen. En dit is dan dus voor hun 170. En anders Kinder XL, want hier staat XL op. En ja, heel erg leuk. Ik zou ook eventjes de prijsjes hier beneden neerzetten, want ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Als ik ze nog kan vinden. Anders dan zet ik... Oh, ik kan ook nog linkjes zetten in de bio. Ik zet wel even linkjes in de bio, dat is misschien makkelijker. En ja, ik heb deze dus in maat 16. Dan heb ik van Tommy Hilfiger. Altijd weer die mouwtjes. Heb ik altijd weer last van. Dat ik hem niet goed uit heb gedaan. En dan zitten die mouwtjes helemaal erin. Nou, dit is een shirtje van Tommy Hilfiger. Lekker wit. Deze heb ik dus wat strakker gekocht. Per ongeluk. Ik keek gewoon naar die foto en ik dacht van... Ja, zal wel. Maar het is dus 164. Officieel zou ik moeten passen. Want dat is ongeveer tot 1,64 meter. Maar alsnog, jullie weten het, dat jullie passen nu ook geen kinderkleding meer van 164. Sommige dingen wel. Maar deze dus. Hij zit op zich niet te strak of zo, maar gewoon, hij zit gewoon strak. Gewoon als een shirt, zeg maar. Deze was dus in 164. Ik dacht dus dat deze kleiner was, maar hij is dus 164. Dan heb ik nog een Lacoste t-shirt. Ook super leuk. In zwart. Zo ziet hij eruit. Deze heb ik ook gekocht in maat 16. Dus deze is wel voor 1,76 is deze maat.
Je kan ook op de site, staat er ook altijd een model bij. En dan staat erbij hoe lang zij is en welke maat ze draagt. Dat heeft me best wel goed geholpen. Want dan zag ik van, oh ja, zij is wel wat slanker dan mij. Of ze heeft wat minder boeps. Dan denk ik van, oké, weet je, bij haar zit het dan hier al iets strakker. Dan denk ik van, oké, dan doe ik een maat groter. Want dan zie je gewoon dat ze wat kleinere boeps heeft. En ik dacht, op die manier kun je best wel makkelijk kijken. Maar ik heb eigenlijk alles in maat 16 gekozen. Omdat ik dacht van ja, dan zit het toch waarschijnlijk wel het lekkerste. Dus deze heb ik ook. Ook in maat 16, dus 176. Dan heb ik echt een super luxe shirt. Ik wilde eigenlijk deze in een trui, echt een trui zelf. Of ik wilde deze in een korte mouw shirt. Maar allebei waren ze dus uitverkocht, helaas. Dus ik heb hem gewoon in een gewone t-shirt, langmouw t-shirt genomen. In plaats van een trui of een shirt gewoon. Ook heel erg leuk. Ik heb deze in maat 16 ook. Dus dat is XL voor kinderen of 170. Heel erg leuk. En wat ik dus ook zo fijn vind is dat zeg maar dit uiteinde is wat veel mooier. Het is een beetje als een uiteinde van een trui. Niet als een t-shirt zeg maar. Dus dat vind ik wel echt super fijn. Dus ik ben er echt super blij mee. Dan heb ik wel een echte trui. Deze is van Tommy. Woep. Ook heel erg mooi. Dit is gewoon zwart. Deze heb ik ook in maat 16. Maar hier zat dus 176. Dus het verschilt echt wel qua merk of het nou 170 of 176. Ik ben er heel erg blij mee. Dit is wel gewoon echt een trui. Dit is wat ik zei. En volgens mij, ja, hier zit er dan ook nog zo'n logootje bij. Ik vind hem heel erg leuk. En ik ben er heel erg blij mee. Oké, ik ga je even wat vertellen. Ik krijg sinds kort mijn kinderbijslag, heet dat? Ja, kinderbijslag krijg ik sinds kort. Krijg ik dat zelfs sinds mijn ouders gescheiden zijn. En dat ik er zelf kleding van kan kopen. Anders ging ik gewoon met mijn ouders shoppen. En dan kochten hun gewoon dingen voor mij. Maar het was gewoon een beetje van, ja, wanneer moeten wie nou weer wat kopen? Als we het zeg maar gingen splitsen. Toen was het gewoon van, oké, dan krijgt Amy gewoon dat geld. En dan kan Amy zelf beslissen wanneer ze dus iets koopt. Nou, ik was eigenlijk nooit echt zo van de merkjes en dat soort dingen. Want ik vind het altijd juist leuker om bijvoorbeeld 10 shirtjes te hebben van de Only of van de Sting of Bershka H&M dan 1 shirtje van Tommy of weet ik veel wat. Dus ik kocht altijd gewoon alleen maar merkloze dingen en dat doe ik nog steeds. En nou, nu vind ik het op zich best wel weer heel erg leuk dat ik dit dan heb mogen uitzoeken, want normaal geef ik gewoon mijn geld er gewoon niet aan uit. En dan vind ik het toch wel heel erg leuk dat het dan op zo'n manier toch wel kan. En ja, dan dat waardeer ik gewoon echt. Dat gewoon een bedrijf mij gewoon merkkleding wil geven. Terwijl ik eigenlijk zelf nooit merkkleding draag. Ik heb letterlijk 1 shirtje een keer gekocht. Oh nee, wacht. 2. Ik heb 1 Tommy shirtje gekocht. Die was volgens mij 30 euro. Toen dacht ik, oké, weet je. Het kwam wel. En een ander t-shirtje was volgens mij in de aanbieding. Echt voor 15 euro of zo. En ik heb een keer een Tommy trui voor mijn verjaardag gehad. En voor de rest heb ik echt nog nooit iets van merk of zo gekocht. Ja, natuurlijk wel eens Nike of Adidas, maar ik bedoel meer zeg maar van Tommy, Lacoste, zoals wat ik zeg maar nu laat zien, heb ik eigenlijk nog nooit echt iets van gekocht. Ik heb ook wel eens een Hollister polootje gekocht, maar ja, die prijzen zijn toch wel iets lager eigenlijk dan dit soort dingen. En dan vind ik het toch wel heel erg leuk dat ik het dan mag krijgen en ik waardeer het echt en ik ben er dan ook echt super blij mee. Dan, ik zat al gewoon letterlijk een hele week zat ik al te wachten op dit. En dan krijg je het en denk je van, oh, ik ben er zo blij mee. En mijn moeder vindt het ook zo leuk dat ik het heb mogen krijgen. Want omdat ze weet dat ik eigenlijk daar nooit mijn geld aan uitgeef. Want kijk, ik koop gewoon mijn kleren op Shein. Ik koop mijn kleren bij de H&M. Only, Bershka, allemaal dat soort dingen. Gewoon van die lekker goedkope winkels. Waar je toch wel een tijdje mee kan doen. Maar ja, dit soort kwaliteit is natuurlijk wel een stukje beter. Dus ja, het is toch gewoon dat ik het wel echt heel erg waardeer. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Dus ja. Maar ik was nog niet klaar. Ik had nog weer 1 item. En die vind ik ook echt zo leuk. Het maakt me echt bruiner. En ik vind het zo leuk. Van Calvin Klein. Ik dacht, deze, ik moet natuurlijk ook nog wel iets hebben van Calvin Klein. Ik heb trouwens geen broeken gekozen. Misschien vragen jullie dat wel af. Waarom heb ik geen broek gekozen? Dat komt omdat ik sowieso niet meer in kinderbroeken pas. Ik heb best wel brede heupen. Dikkere bovenbenen. Dat ik kindje zou hebben van 10, 12, 11. Dus kinderbroeken
is echt een no-go voor mij. Daarom heb ik alleen maar tops gekozen. Wie weet pas ik het wel, maar broeken, maar ik heb geen idee. Ik ga het maar niet proberen, want straks bestel ik het, dan kan ik het weer terugsturen. Dus of ik weer zonde. Maar ja, deze dus. Deze heb ik ook in maat 16. Ja, maat 16. Bij Calvin Klein is het nu ook hier maat 16 zie ik staan. Dus dat zal ongeveer ook maat 170, 176 zijn. Ik vind het heel erg leuk. Echt een mooie kleur. En normaal ben ik nooit zo van dit soort hoodies. Met een capuchon. Maar op zich, deze vond ik wel heel erg leuk. En ja, ik ben er echt zo blij mee. Ik ben zo blij met echt alles. Want zoals je net had gezegd, ik waardeer dit gewoon zo erg. Vond je deze video nou leuk? Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hier beneden. Want we groeien echt. Echt, toen ik weer begon, had ik er echt 1800 of zo. Dus zitten op 1830 echt. Het gaat bizar snel. Ik waardeer het gewoon echt heel erg. En ja, als jij natuurlijk nog een heel leuk video-idee hebt die je wilt zien, laat het dan even weten. Want ik wil natuurlijk ook gewoon dingen doen die jullie leuk vinden. Dus tot de volgende keer. Doei!